Hey, maar nou komt mijn vakgebied. Ja, ik begreep zoiets, ja. Vertel. Ja. Wat is jouw vakgebied dan? Ja, knutselen. Kinderen. Oh, knutselen. Kinderen. Ja, knutselen ook een beetje, maar kinderen vooral. Ja, dat is waar. Want ik sta natuurlijk voor de klas, ja. Dus nou kom maar bij mij. Ja, nee, we gaan kijken naar de beelden van de kinderknutselmiddag in mei. Fantastisch, hè. Ja, die kinderen, dat hebben we net al 3 keer gezegd volgens mij, maar het is echt, die hebben de toekomst. Zeker, en moeten ze leren hoe dat het werkt. Ja. Met carnaval, dus hoe bouwen de wagen. Bij zijn. Bij het allereerste begin, maskers maken, ballonnetjes, papiermaché. Papiermaché, ja, hoe gaat hij in zijn werk? Hebben ze gedaan bij 2 middagen bij de Maalse Boys, hè? De Maalse Boys kantine. En ik denk dat er misschien wel 50, 60 jong waren. Het was niet normaal zo druk. En de kinderen hebben heel de middag lekker geknutseld. En daar hebben we eigenlijk hartstikke leuke beelden van gemaakt. Geweldig. En al die huizen zijn weer versierd. Alles is weer versierd. En ze kennen dat tegen. Dus nou. Wij ook, want wij hebben mooie beelden. Ga maar kijken. Net een paard. Ook een paard? En jij ook? Ben je ook een paard aan het maken? Ja. Hebben jullie samen een manege? Nee. Nee, oké. Maar een paard. Ja. En wat ga je dan met een paard doen dan? Gewoon op mijn kamer zetten. Oh, heb je ze? Wat is een nep paard, hè? Oh, is het een nep paard? Ja. Oh, oké. Ik denk die heeft een echt paard, een Shetlander of zo. Nee, joh. Nee, oké. Maar je gaat dus een paard bouwen. Hoe ga je dat maken dan? Gewoon. Je hebt zo'n ding. Zo'n ding? Wat is zo'n ding? Oh, dat is gewoon een paard, zeg maar. Ja. Dan moet je oren opmaken. Ja, en gewoon een beetje versieren. Oké. En dan gaat er een sok aan en dan kun je hem zo vasthouden. Oh, dat is eigenlijk gewoon een stokpaard. Ja, een stokpaardje. Oh, oké. En dan ga je mee in de optocht lopen dan, met je stokpaard? Nee. Oh, je loopt niet mee met de optocht? Jawel, ik met de kleine optocht. Met de kleine optocht, nee, dat snap ik. Maar hoe heet het? Maar hoe ga je dan met de kleine optocht lopen dan? Gewoon. Ja, niet met gewoon. Want we hebben een al. Het thema is uit mijn bol. Is het thema uit je bol? Ja. Oh, nou dat ziet er wel heel spannend uit, denk ik. Als jij uit je bol gaat, of niet? Ja. Ja? Dan ga ik helemaal uit mijn bol. Ja, ja. Feesten. Feesten, zeker. Want daar is carnaval voor om te feesten. Ja, natuurlijk. Toch? Ja. Zeg, maar als jij nou met de optocht helemaal uit je bol gaat. Ja. Hoe ziet er dat uit dan? Voor zo. Serieus? Ja, natuurlijk. Nou, dan ga je echt wel uit je... Ik ga helemaal uit mijn bol, man. Oké, nou, leuk. Ja. Ga je vissen? Nee. Oh, wat dan? Wat ga je dan doen? Een paard maken. Een paard maken. Ik ga even op je stoel zitten eventjes. Zeg, maar je bent een paard aan het maken. Ja. Maar heb je thuis een stal dan of zo? Of heb je een manege? Nee. Nee? Hoe ga je dan met een paard doen dan? Gewoon binnenzetten. Gewoon binnenzetten? Ja. Een paard in de gang? Ja. Oh, nou leuk. Zo. En wat heb je nou anders gemaakt? Wat heb je ervan gemaakt? Een medaille. Een medaille. Oké, die ziet er wel heel erg leuk uit, hè? Ja, en die ga je ook meenemen in de optocht, je medaille? Ja. Leuk. Nou, hij ziet er heel mooi uit. Netjes gedaan. Rammelt hij ook nog? Wat zit daar geld in? Mais. Zit er mais in? Oké, maar mais kun je toch ook opeten? Ja. Dan kun je straks je medaille opeten. Wat zeg je? Je moet hem in de oven doen. Ja? En dan? En dan krijg je popcorn. En is dat dan ook lekker? Ja. Oké, nou ik ben benieuwd. Dat ga ik thuis een keer proberen. Ja. Popcorn is lekker. Wat zeg je? Popcorn is lekker. Ja, doe je wel eens popcorn? Hè? Ja. Ja? Oké. Popcorn, is dat niet hard dan? Nee, dat is lekker zacht. En dan met zout of zoete? Zoet en zout. Zoet en zout. Dat vind je wel lekker, popcorn. En wanneer eet jij dan het liefst popcorn dan? Altijd als ik vrij ben. Altijd als je vrij bent. En ben je veel vrij? Ja, dus je eet wel heel veel popcorn dan. Nou, leuk. En heb je al je tanden nog allemaal dan? Nee? Laat eens kijken. Alleen
meteen een medaille? En ik heb nog een paard gemaakt. Oh, je hebt ook nog een paard gemaakt. Ook leuk. Ja, knap hoor. Goed bezig. En ga je met de optocht nog meelopen? Ja. Ja? Hoe ga je de optocht meelopen? Ik ga in een pak van een luipaard. In een pak van een luipaard? Oh, dus je bent liever moe dan dat je wat doet dan? Nee. Nee? Want een luipaard is toch lui? Nee, snel. Dit is een paard. En lui. Heb je toch een luipaard? Nee, die is snel. Oh, is dat heel snel? Is dat een Ik maak twee. Wat zeg je? Ik maak twee dingetjes. Oh, je maakt twee dingetjes. Kijk, dan ja? Een soort klein vogeltje, maar ik doe ook nog het gezichtje van maken. Kijk, okay. Dat ziet er wel leuk uit. Ja. Dat ziet er wel heel leuk uit. Ja, en dan maak ik hier zo in ook en dan komt hier straks nog een snaveltje. Oh. Okay. En dan komt hier straks een oogje en hier straks een oogje. Dus je hebt er wel over nagedacht wat je aan het maken bent. Nou, kijk eens aan. Goed en bezig. Ik heb ook nog een paard gemaakt. Oh, je hebt ook nog een paard gemaakt? Die ligt thuis. Oké. Okay. Maar hoe ga je dat doen met een paard dan? Dan zit je thuis in de gang. Nou, met een paard dan ga ik zo met... Dan kan ik zo met als een... Want ik ga ook mee lopen in de ochtend. En dan ga ik zo als cowboy. Oh, je gaat als cowboy op je paard? Ja. Oh, leuk. Ja, en ik heb ook een hoedje en een kleding ervan. Oh, dus jij gaat ook echt als cowboy verkleed dan? Mm-hmm. Of als cowgirl? Cowboy is een jongen, toch? Ja, een meisje heet dan cowgirl, toch? Of niet? Cowgirl. Een cowgirl? Ja. Ja, nee, precies. Oké. Okay. En dan heb je ook van die veren op je hoofd dan? Nou, ik heb niet van die veren, dat niet. Oh, je hebt geen veren? Nee. Ik hoor het wel, maar... Hé? Ik hoor het wel, maar kijk maar niet. Nee. Maar wat ben je aan het maken dan? Ben ik een paard aan het maken? Nee, een eenhoorn, hè? Oh, een eenhoorn? Ja, dat is helemaal van deze tijd. Helemaal modern. Oké, okay. Ja. Nou, leuk. Ja. En ga er dan een optocht mee lopen? Met nee, dat besteed ik uit. Oh, dat besteed ik uit? Ja. Okay. Ja. Je hebt andere mensen die jou een optocht lopen. Ik ben van het voorwerk meer. Oké. Okay. Ik weet niet hoe het heet. Oh, je weet niet meer hoe dat het heet? Bloemenmeisje. Nee, dat dus je niet gaat niets doen waarvan je niet weet wat je aan het doen bent eigenlijk? Ja, gewoon een regenboog. Dat is helemaal niet erg hoor, volwassen mensen hebben dat ook hoor. Een regenboogpak. Oh, een regenboog? Ja. Oké, en heb je dan ook een hele grote pot goud bij? Wel een goud jasje en een broek, maar... Oké, nou dat klinkt heel interessant, dat klinkt heel leuk. Maken. Zo, een bloemetje zo aan het maken. Een bloem aan het maken. Oké, en dat is wel leuk. En, maar hoe doe je dat dan? Want je hebt daar een ballon. En dan zet je dan blaadjes op die ballon dan? Ja, die ik heb gemaakt. En ja, dan ga ik hem zo in een bekertje zo opplakken. Oké, leuk. Leuk hoor. Ja, en dan die bloem, die moet je dan nog water geven of niet? Nee. Nee? Oh, dat is gewoon een droog bloem dan. Nou, gewoon knutsel. Oh, een knutselbloem. Ja. Yeah. Nee, leuk. Leuk. En die ga je nog gebruiken voor de optocht dan, of niet? Of doe je niet mee met de optocht? Ik doe niet mee. Maar ik ga wel met de handige handjes. Daar gaan ze in de carnavalvakantie gaan ze verhuizen naar de kerk. Oh, oké. En dan deze meestal ook zo optocht daaraan mee. Oké. Dus je gaat eigenlijk met de optocht van de Maaiboom naar het nieuwe pand in de Bernardeskerk. Ja. Yeah. En daar ga je een optocht van maken. Oh, nou, leuk. Eigenlijk gaan we daar gewoon naartoe verhuizen, want mama werkt daar. Oh, oké. Die gaan daar naartoe verhuizen, maar de Kibeo, die gaat daar ook naartoe en de bibliotheek. Oké, kom je wel eens bij de bibliotheek? Ja. Maar dan wordt het wel anders boeken zoeken, denk ik dan, in de nieuwe bibliotheek. Ja. Ja, toch? Ja. Nou, maar dat gaat wel goed komen, denk ik dan. Ja. Ja? Want we hebben best wel een klein kamertje dan. En 15 stoelen en tafeltjes voor elk groepje. Oh, hopelijk komt het goed. Ja, maar dan komt het helemaal goed daar in de nieuwe bibliotheek. Nou, in de handige handjes. Oh. Daar hebben ze een heel klein kamertje voor de ovens. Voor de ovens? Hoezo? Wat ga je dan doen met die ovens dan? Daar maken we meestal koekjes mee. Serieus? Dus je gaat koekjes maken met de handige handjes?
Ja. En als je dan geen handige handjes hebt dan? Dan gaan wij meestal iets thuis zelf maken. Oké. Oh, leuk. Hoe is het? Ja? Ben je aan het maken? Een L. Een L aan het maken? Ja. Oké. Die heeft mijn mama ook op de telefoon staan. Die gaan maken. En wat ben je nu aan het doen dan? Je bent hem een beetje aan het glad maken of zo. Of wat ben je aan het doen nu? Heel even. Glad. Oh, je bent hem aan het glad maken en laten glimmen. Ja. Ja, leuk. Leuk hoor. En hoe heb je dat nou gedaan? Dan heb je gewoon wat tuffer op gedaan of zo. Wat, nee, wat heb je gedaan? Lijm. Oh. Wat dan? Lijm. Oh, gewoon wat lijm op gedaan. Ja. Oké, leuk. Zeg, en dat moet dan een L worden dan? Ja. En heeft hij ook al een snaveltje en veren? Nee. Oh, dat komt allemaal nog. Ja. Nou, oké. Nou, veel plezier dan en knutsel ze nog even, hè? Ja. Ja, leuk hoor. Ja. Oh. Hey. Hallo. Hoe is het? Goed. Ben je aan het maken? Ben je aan het breien of zo? Nee, ik ben het haar van het paard aan het maken. Wat ben je aan het maken? Het haar van een paard. Het haar van een paard? Ja, ga ik nu zo op. Oké. Zeg, en wat voor paard ga je maken dan? Een soort stokpaardje volgens mij. Oh, een stokpaard. Oké. Leuk. En dan ga je dan met je stokpaard ga je dan meelopen in de optocht? Nee, dat niet. Oh, jij loopt helemaal niet mee met de optocht? Jawel, dat wel. Ja? Oh, en hoe ga je dan met de optocht lopen dan? We hebben niet echt een wagen, maar waarschijnlijk zeggen. Maar je hebt een loopgroepje dan? Ja, ik heb mijn zusje en mijn moeder. Oké, dus je hebt een familieoptocht? Ja, normaal zou mijn vriendin ook meelopen, maar het is nu op Curaçao, dus nu doen wij het met z'n tweeën. Oké. Maar je kunt er veel beter hier op de mei blijven met carnaval in plek van de Curaçao te gaan. Ja. Dat is toch veel gezelliger hier zo? Ja. Ja, toch? Ja. Leuk hoor. Nou, veel succes met je paard. Zo, wat is dit voor een doos? Ik ga hier een politiewagen van maken. Een politieauto? Ja. Serieus? Daar ga je gewoon een serieuze politieauto van maken, van die doos? Ja. Oh, oké. En hoe ga je dat doen dan? Kan ik hier een gat in maken, zodat ik daar doorheen kan lopen? Oké. Oh, dat is eigenlijk meer een loopwagen dan? Ja. Een looppolitiewagen. Oké. En dan ga je meedoen in de optocht dan? Ja, dus ja. Oké. En komt er ook een zwaailicht op nog? Ik weet het niet. Misschien aan de zijkant. Aan de zijkant? Ja. Heb je wel eens een politieauto gezien met aan de zijkant een zwaailamp? Ja. Ja, toen je op zijn kant lag zeker? Ja. Ja. Maar als je het dak erop zet, dan lukt het nooit. Nee, maar dan kun je hem niet meer instappen, toch? Ja. Oké. Nee, daar is over nagedacht. Ja. Nee, daar heb je in ieder geval goed over nagedacht dan, wat je maakt. Ja. Ja, toch? Ja. You go girl. You go girl, dat is Engels, hè? Dat is geen mais, hè? Ja, weet ik. Oh, oké. En wat ben je aan het maken? Een hobbelpaard. Een paard? Oké. En wat voor paard? Een hobbelpaard? Serieus, een hobbelpaard aan het maken? Oh, leuk. En hoe ga je dat doen dan? Heb je al een plan hoe dat je een paard maakt? Ja. Ja? Oké. En heb je ook al een stal voor een paard? Nee, dat niet. Nou, we hebben mijn tante wel. Oh, jouw tante heeft wel een stal. Oké, dus je gaat straks je paard bij je tante in de stalling zetten. Nou, dat doe ik donderdag. Oh, op donderdag. Oké, is hij dan al klaar, donderdag? Denk het niet. Denk het niet. Oké. Maar, en dan voor het geval dat, dan ligt hij thuis op je slaapkamer. Is het daar ook een stal? Nee, dat is allemaal keurig netjes opgeruimd. Nee? Nee. Oh, jij bent niet van het opruimen op je kamer? Nou, ik hou wel van opruimen, maar niet op mijn kamer. Oh, oké. Nou ja, dan zal het wel. Dan zal dat paard zijn eigen dan wel thuis voelen dan. Ja. Nou, oké. Nou, ik ben benieuwd. Ja, en dan kan ook enorm een konijnenhok, want mijn konijn die heeft ook allemaal stro liggen. Oh, dus je hebt ook nog een konijn in huis? Ook op je slaapkamer? Nou, niet. Nou, die is buiten. Oh, toch wel. Konijn is wel buiten. Ja. Een paard binnen. Oké. Nou ja, dat is wel gezellig dan toch? Ja. Ja. Nou, veel plezier nog. Ja.